Vandaag gaan we een lampje vervangen van deze BMW R850R. Het lampje heb ik al gekocht. Het is een H4 lamp. Goed. Eigenlijk is het niet zo heel erg moeilijk. Je hebt gewoon een kruiskopschroevendraai nodig. En hier onderin in de ring er zit een schroef. Die draai je los. Trek je hem los en dan haal je voorzichtig de klemmetjes los. Zo. Nou, dan is het eigenlijk heel erg makkelijk. Klap hem open. Dit is de oude lamp. Normaal is altijd knal door midden. Dat valt nu dus wel mee. Dit is de nieuwe lamp. Nooit het glas vastpakken, want het vet van je handen zorgt ervoor dat ze kapot gaan. Zo. Hij past maar op één manier in. Hier heb je één brede en twee smalle. Dan kan hij er maar op één manier in, zodat hij altijd goed staat. Bulgetje erin. Dus het andere lampje. Die is niet kapot, maar ik vervang hem toch. Om de dood eenvoudige reden, nou moet ik de boel open liggen en als moet ik het weer opnieuw doen, dan krijg ik geen zin in. Klaar. En dan pak ik even mijn lapje zo meteen en dan veeg ik hem af voordat ik hem erin stop. Nou, ik zie dat ik wel wat vliegroest heb, maar niet zo gek als ik het wel eens gezien heb. Nou, hij is vrij schoon. De massadraad eraan. Ik veeg nog even aan mijn hemd vast wat. Die erin. Alles erin zitten. De bord dichtschroef. Doe ik even het contact aan. Want ik wil weten of je het doet. En we hebben licht. Nou, dan is het weer erin haken. Ik moet even kijken dat je natuurlijk de draadjes allemaal vrij hangen natuurlijk, want anders gaat het natuurlijk niet goed. Deze moet dan hier achter komen. En goed kijken dat dit recht komt te zitten natuurlijk, hè? Want anders gaat het niet goed. Dan draaien we vast. En klaar is de klus. Heel erg simpel. Niet zo moeilijk. En hoef je niet naar een dure dealer toe of een andere dure zaak. Bedankt voor het kijken en tot ziens weer.